Als je maar uittrekt, dan kan het wel. Kerel, gewoon... Dat was je eigen idee, hè? Ja, ja. Komt-ie. This girl is on fire. Oh, yo, gek. Deze is echt heel heftig. Knol power. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. En ik ben aan het genieten van dit broodje. Dit is ongelooflijk. Vaak chocopasta, maar nu salami. Niet 1, 2, 3, maar 4 plakjes salami. Oh, wat heerlijk zeg. En we hebben vitamine C'tje met Arnold Schwarzenegger. En laat de dag maar weer beginnen. Het is knijtsmooi weer, maar ja... We gaan maar eens even zien hoe we wat vandaag. Ja, het is tijd om weer even iemand te laten schrikken. Ik denk dat ik Myron ga laten schrikken. Die zit dan aan het poetsen in de badkamer. Ik heb hier de luidspreker. Zal ik je niet? Nee. Nee? Hoe kun je daar niet van schrikken? Omdat dat ding eerst een tikje geeft en dan pas het lawaai. Ja, jij kent hem al. Ja, ik hoor dat tikje al. Ja, hier moet je horen. Dus dat, dat. Ja, dus dat duurt eventjes. Moeilijk om mensen te laten schrikken die dat al weten. Maar hoor dit. Dat doet zeer. Ondanks dat het buiten knijtersmooi weer is, heb ik weer wat leuks voor vandaag om binnen te doen. Yes! Nou, mooi dat je enthousiast bent. Helemaal super. Zijn jullie ook enthousiast? Ja, ik weet het al. Even handje in de lucht, yes. Ja! Gooi hem in het bad! Gooi hem in het bad! Gooi hem in het bad! Niet nee, nee. Wij pesten meeste veel. Zie je, dat bedoel ik. Nee, Mees, kom maar. Ik heb er zin, Kom maar knuffelen. Het is dat wij samen in quarantaine ja, zitten. Anders, dan, anders dan was het zo'n knuffel. Maar nu is het gewoon... Oh, nu is gewoon even lekker knuffelen. We moeten niet zo Mees pesten. Kom even knuffelen. Nee, ga je wel. Nee, kom even knuffelen. Nee, ik sta dit niet toe. Ja, doe het erin! Ja, ja, ja. Mees, kom op. Oh, Mees durft het niet. Hij durft het niet. Oké, ik heb iets besteld op internet en het is binnengekomen en het is knijterzwaar. Kom met me mee. Misschien moeten we eens even laten gokken. Ja, wat zou hierin zitten? Ik heb twee dozen die echt serieus heel zwaar zijn. Maar ik ben best sterk. Nee, serieus, echt heel zwaar. Niet poepen. Probeer eens op te tillen, allebei. Allebei tegelijk. Mag ik het op mijn eigen manier doen? Ja, als je het maar optilt. Mees. Dat is echt zwaar, hè? Ja. Oké, ik help je. Oké, we gaan het op de keukentafel zetten. Oh. Dit wordt echt leuk. Dat is niet de keukentafel. Ja. Dit is toch een tafel in de keuken? Zie jongen. Dit is de keuken en dit is een tafel. Ja, dit is de keukentafel. Dat is de eettafel. Ja. Wij hebben een escape room gedaan en er stond eettafel. Dan moesten we naar die toe. Ja, ja inderdaad. Jullie hebben hetzelfde dag. Ja, eettafel heet de keukentafel. Dat is hetzelfde. Nee. Nee. Jawel. Niet mee. Nee, want een keukentafel is een tafel. Wie hebben gelijk? De jongens of de meisjes? Stem hierboven. Wie hebben verstand van keukens? Mannen of vrouwen? Mannen. Want ik wil niet te discrimineren. Mannen hebben ook verstand van keuken. Ja, want dit... Wie heeft er gisteren een eitje gebakken? Oké, okay, hoe heet deze lepel dan? En een bollepel. Een spatel. Nee. Een roosterlepel. Jullie hebben geen verstand van keuken. Oh, echt? En wat is dit dan? Wat is dit? Ja, dit is een courgette. Oh! Oh! Oh. Gaat altijd mis bij Enzo. Gaat niet goed? Oh! Stop even met... Oh. Even stop met kreunen, gaat niet goed? Oh, ik sloeg mezelf zo hard in het gezicht. Hey. Oh, als je dit... Gas. Opstaan, meneer. Ik heb helemaal tranen in mijn ogen. Ik sloeg mezelf Ik heb mij nog nooit zo serieus gezien. Oh, stoppen. Gaat het? Jezelf echt ik sloeg mezelf zo hard in mijn gezicht. Misschien moet je stoppen met dingen in je gezicht kapot slaan. Weet je wat ik deed? Oh, nee. Ik pakte dus deze en ik wilde die komkommer keihard in mijn gezicht slaan.
Maar voordat ik hem in mijn gezicht sloeg, brak hij af. En dus ik sloeg mezelf keihard tegen mijn neus. Wat gebeurt hier? Oké, nou, weet je, stem maar gewoon daarboven en laat maar weten wie gelijk hebben. Is dit de keukentafel? Ja of nee? Oké, even een mesje pakken. Dit wordt echt geniaal. Oeh, je hoort het al. Ja. Mm. Laat het vallen. Een binnenzijde boelbaan. Nee. Klinkt het wel als bal. Ja, klinkt wel een beetje. Dit is echt jongens, het is, we moeten een hint geven. Dat koningsspel. Het is een spel, dat weet ik wel. Dit is geniaal. Ja, staat erop, maar ik weet niet wat het betekent. Wat staat hier dan? Mega Tumble Tower. Ja, wat betekent een Mega Tumble Tower? Mega Jenga. Ja. Hey! Wow. Maar dit, dames en heren... Mindset! Dat zeg ik. Dit is de allergrootste Jenga die er is. Deze toren is namelijk 2 meter hoog. Echt? Ik heb de allergrootste besteld. Het was ook echt heel duur, moet ik jullie vertellen. Ja? Maar raad wat er nog meer 2 meter hoog is. Jij. Ja, jij bijna. Hey! Dat betekent het einde van het bonus van hier, zeg maar. Als dit instort, heb je wel voor de rest van je leven ruzie met je buren. Wat? Ik volg niet. Als dit instort, dan maakt het heel veel geluid. Oh ja, de onderbuurvrouw heeft wel een paar keer lopen klagen van het lawaai. Dat zal ik eerlijk toegeven. Dus ik ga haar even een appje spelen. Ik ga haar even een appje sturen van buurvrouw. We gaan nu even Jenga spelen. Ja. Maar besef dat dit wordt gewoon gebracht in 2 tassen. Misschien moet je de buurvrouw sturen. We gaan nu mega Jenga spelen. Want als we alleen Jenga gaan spelen, denk ik niet dat ze het snapt. Dat denk ik ook. Moet je kijken hoe klein deze blokken zijn. Ja. Dit is echt sick hoor. En hier hebben we gewoon 2 van. Dus dit moeten we zo gaan stapelen. Maar dan vanaf de grond, hè. Heb je er niet, zijn dit niet 2 spellen? Ik heb er per ongeluk 2 besteld. Nee. Oh, heb ik er 2 besteld? Nee, sowieso niet. Nee, want hij moet 2 meter hoog zijn. En dat lukt nooit met alleen. Zullen we dat even... Het is precies hetzelfde. Oh mijn god, het is van fijn hout gesneden. Heb je ook een gouden ertussen zitten? Oké, dit wordt leuk. Dan laat je hem meteen in elkaar zetten. Ja, laten we het hier zo doen. Ik vind dit een mooi open plekje nog. Maar er staat nog niks. Nee, dus laten we het hier doen, oké? Ja. Laatste blokjes. We hebben 1 blokje over, hoort dat zo? Don't ask me. Nee, dat hoort niet toch? Maar misschien is het een reserve of zo, dat als je 1 zo'n megablok kwijtraakt. Tuurlijk, want dit raak je kwijt. Maar nu is het zo dat hij niet 2 meter is, hij is blijkbaar 1,5 meter. Dat is nog best groot. Ja, je moet al die blokken er wel bovenop leggen elke keer, hè? Hou eens vast. Wacht even. Wat gaat hij doen? Ja, hij is 1,5 meter sowieso, maar precies wat jij zegt, die blokken moeten hier onderweg en daarboven, dus hij wordt heel snel heel hoog. Ja, dus als hij dan al 2 meter is, dan kom je er niet eens bij. Nee, dat denk ik ook niet. Oh mijn god. Oké, dit is dus mini Jenga. Origineel tegen het vergrote versie. Ja, dus we hebben hier het grote Jenga spel en dit is dus de originele. Dus dan kan je een beetje het verschil zien. Maar goed, deze doen we weg en gaan we een potje Jenga spelen. Team Enzo en Mees tegen team Lars en Nicole. Okay, ja, deze, ik begin wel. Nee, want we de eerste 3 rijen niet pakken van boven. Dat klopt inderdaad, ja. Ja, want anders gaat hij vastspelen. Hij is wel een team. Ik zie het! We doen steen, papier, schaar voor wie mag beginnen, ja? Steen, papier, schaar. Zie je? Ah, oh, ik had het is. Lekker. Oké, jij mag beginnen. 1 hand, hè? Ja, je moet 1 hand gebruiken inderdaad. I got this! Lekker. Opwaar. Spannend. 1 hand opwaar. Die hier zou ik het doen. Die ook niet. Dit is heel... Oh, het was rustig. Rustig. Maar ik denk dat je hem nu wel uitkomt. Ja, ik dacht ik doe zo... Maar wat is eigenlijk de straf als je hem omgooit? Nee. Ik zou niet. Ja, nu moet je hem doen, hè? Ja, dat moet eigenlijk wel, hè? Ja, dat is wel zo. En zo verpest het weer, hè? Ja, dit gaat niet lukken, nu verlies je. Hoezo gaat het niet lukken? Oh, mijn god! Let's go! Zullen we het terecht zetten? Woo! Nee, hoezo? Je komt eronder, hè? Helemaal onder, die alleronderste. Ja, hoe dan? De zijkanten.
Die boven, daar staat hij al scheef. Hé, hey, ze is een independent woman, ze kan het ook zelf. Nee, helemaal niet. We help each other because we're... Zegt zelf ook dat ze niet. Helemaal niet. Maar ik neem met één hand, jij neemt met twee. Kom op, hè, Mees? Kom op, Mees. Zit er nog niet op, hoor. We strijden tot het einde, mensen. Je zit er wel moeilijk mee, hè? Dat begrijp ik. Ja, lekker. Mooi. In één keer. Hup. Goed zo. Ja, welke wordt het? Toch even tactiek aangepast. Easy. Ik schuif er gewoon even eentje uit. Hier. Hoppakee. Niet zo moeilijk. Waarom zit alles vast? Je moet niet aaien. Zit. Lekker. Ik had hem nog niet. Stel je voor, hij viel nu om terwijl jij lekker zei. Dan had je het niet over de toren. Ja. Oh. Kijk, lekker, teamwork. Het begint al een beetje te wankelen, mensen. Oh, goede keuze, Mees. Kijk eens aan. Goeie met keuze. Één hand, hè? Ja, het wordt steeds moeilijker, mensen. Oei, oei, oei. Ja, jij bent er best wel moeilijk aan. Ja, dat is goed. Hij staat helemaal scheef. Ja, we gaan naar de andere kant. Als je maar uittrekt, dan kan dat wel. Oh. Kerel, gewoon een gat hier. Gat in de muur. Oh, hij gleed uit. Ik trok hem zo hard eruit. Onzin. Nee, ik trok hem zo hard eruit. Ik verloor de grip. Kijk. Er zit gewoon een gat in de muur. Oh shit, hé. Nou, dat zie je niet. Dat zie je niet. Als je er niet naar kijkt, dan zie je het niet. Zo, hé. Die dingen die gaan je zijn grot, hoor. We moeten even nog riel maken met poeder. Hé, hey, maar dat was wel een goeie weer, hè? Lekker! Hoppakee! Woo! Ik moet straks even dit doen, zo. Oh, misschien niet. Zit alles vast? Nee, nu niet, hè? Nee. Misschien nu niet doen, nee. Ja, lekker. Rustig. Oh, lekker. Die toren die wankelt al, hè. Ze mallen. Lekker, die goal! Jawel, dit is mijn boy, girl! Sorry. That's my boy, girl! Come on, Mace. That's my girl! Yes, that's my girl! Come on, Mace! Ga ik niet harder van werk, hoor. Work it, girl, work it. Oh? Ja, hoor. Oh. Easy way out. Easy way out. Rustig, kijk. Jij doet de rustige techniek, dan doe ik wel de kat. Ja, kut. Dit is kut. Op deze manier wordt hij wel 2 meter, hoor. Denk ik ook wel. Goed. Maar hij staat vanaf het begin al gewoon scheef, hè? Zo, jeetje, doe je het goed. Ja, dit is kut. Kijk, ik zit hem nu op de wankele kant, hè? Oh, wat een talent. Hij wiebelt wel al. Hij valt bijna op. Ik ben serieus, hij valt bijna op. Ja, ik denk de volgende blokken. Ja. That's how we do it. That's how we do it! Wow! Snap je? Lekker! Ja, je moet hier doen. Deze, gewoon deze hier in het midden. Deze. Nee. Merken jullie ook dat de laatste hele alles voor zegt? Ja, help! Dat is... Hij destimuleert teamwork. Ja, dat is goed, dat is goed. Dus je elkaar helpt. Nee, niet doen. Ik moet toch... Hij zegt echt, doe deze in het midden. Nee, niet doen. Maar jij zegt, ja, niet doen. Ja, dat is wel zo. Ga je alle blokjes voelen? Ja, even aaien. In dat geval. Dit is echt moeilijk. Ja, is mega jekka. Zo, echt? Ja. Nee, dit gaat fout. Oh, Ik durf niet te kijken! Kijk in de spiegel. Ik doe wel met 2 handen, hoor. Jij hebt net ook vast gespeeld. Dus. Ja. Ja, ze moet nu wel. Ik heb echt een last van. Ja! Oh. Ja! Wow. Hij moet er nog op. Oh. Yes! Hij staat hier nog op 1 blokje. Zet hem op, Mees. Kom op, Mees! Ik heb hem net vast. Oké, sorry. Maar zet hem op, Mees! Kom op. Die middelste kan niet. Kom op, Mees. Jij kan dit. Stop! Jij kan dit. Heel af, hè? Kom op, Mees.
Jij kan het, Mees. Jij hebt al een blokje. Oh nee. Lelleken, dat nee. Kom op, Mees. Focus. Oh, nu doet hij opeens teamwork, hè? Hey, hallo. Oh, let's go! En we leggen hem bovenop. Waar valt om nu? Boom! Woo! Yes. Ik zou deze pakken, Lars. Ja, pak ook een. We zien het door de vinger. We zien het door de toren. Laat nu maar zitten, maar hou er rekening mee. Hè? Hey. En zo, we hebben geluk. Je moet hem aan deze kant leggen zo. Ja, ja inderdaad. Ja, goeie. Die zitten wel echt te goed. Ja, die zitten vast. We komen allemaal gewicht. Er is steeds meer. Lijkt me. Cool. Zou je denken? Het is nog steeds hetzelfde gewicht. Nog steeds even wat gezet. Ja. Daar zit ze niet mee. Hey. 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 Die kost niet mee. Ja hoor. Okay. Oh. Oh mijn god, ik had het helemaal niet door totdat jij zei. Oh. Dat ik wat zei? Ik moet iets harder dan. Oh, die staat echt heel erg scheef. Ja, dat denk ik ook. Ja, die probeerde die net. Pas op, hij gaat! Nee, ik druk al best wel hard, hij gaat niet. Ik denk toch boven in de toren. Nee, verder boven in de toren. Dat mag niet. Maar mag niet te ver, hè? Mag 1, 2, 3, deze mag nog wel. Ja. Ja, dat kan niet. Die ja, nu moet je er nog vlugge handjes. Ja, nu moet je er nog bovenop. Hey, zie je het door wat je deed? Dit. Maar, jij gebruikte drie handen. Ongeveer. Ja, maar dat is beter dan vasthouden. Nee, dat is hetzelfde. Want je doet twee kanten trekken nu. Dat maakt het toch. Ja, maar jij hield de toren vast. Hij pakte gewoon alleen het blokje die je mag. Wat neem je het allemaal opeens op voor Enzo? Nee, maar hij is gelijk. Nee. Enzo had altijd gelijk inderdaad. Nee, dat is niet waar. Ja, weet dat. Ik weet het al jongens, rustig. Lars is gewoon gewend om zijn toren alles vast te houden. Ja. Maar... ja, inderdaad. Heb ik ook een scheetje gelaten, wat even hoor. Maar ja, het bedoelt. Oh, sick. Maak hem nu wel scheef. Oké, nou, dit wordt spannend. Willen wij wel eens zien, hè, hoe Nicole dit doet. Oh, die deze wel. Wacht, moet ik nog op, de focus, Nicole. Volledige focus. Stop je niet te zien. Ja! Ja, laat hem even uitwankelen. Nou, Mees. Mees, hij gaat nu vallen, ik voel het. Nee, tuurlijk niet. Ja, hij gaat echt vallen. Nee, tuurlijk niet. Lekker, Mees. Hij staat al zo wankel, hè. Ik heb een pinkje gehad. Hé, waarom ga jij met de tips? Juist. Lekker, Mees. Lekker. Oké, Lars. Wat een oh! Zo snel! Nee, hier komen mijn vlugge handjes, hè? Weet je wat veel meer daar dan? Ja, we deze hieronder kunnen allemaal niet meer. Hier lukt hij allemaal. Ja, hij staat echt heel scheef. Hier mag het ook nog, hè, die rij. Hé, er komt beweging in. Hallo? Dit is wel echt heftig hoor. Oh, hey. Elke keer denk ik, nu is de laatste. Maar... ja, dat denk ik ook inderdaad. Dan gaan we gaan kijken. Wat doe jij? Oh, wat veel ja, ik schrok al. Oh, wat was dat? Dat was de stekker. Oh, Tinkel, is het joh? Ja, lekker. Oké, Nicole. Ik durf jeetje, ze gaat op de keer met die toren. Nicole, doe maar. Ga er maar voor, weet je wel? Waarom niet dan? Waarom niet dan? Ze zit die toren gewoon te bespelen joh. Helaas. Ongelooflijk.
Sta ik hier gewoon bang voor. Sta ik hier veilig? Ja, de toren van Pisa. Nee, ik spring wel vol, maar. Ik zal hard trekken hoor. Ja, net zoals ik doe, gewoon in één keer hard trekken. Nee, dit is mijn tactiek. Ja, die kant. Zet hem aan die kant. Nee, Nicole, die kant. You loco. Sorry, ik moet niet zo moeien, want ze meldt mijn team. Nee, niet in het midden. Deze, gast! Ja, ik denk dat die kan. Gast! Dat is de middelste! Ja, maar kijk, alles staat die kant op. Meestal, dat kan niet. Nee. Volgens mij heeft hij dit al een keer eerder gespeeld en is zo'n blok van boven op zijn hoofd. Want wie denkt nou dat je deze kan doen? Die staat in het midden, meestal. Dat kan niet, meestal, dat is onmogelijk. Ja, dat is onmogelijk. Ik kan alles in mijn zin. Met mindset dat je alles voor meestal kan doen. Mindset! Als ik je hoofd moet drogen van het zweten, moet je zeggen, ik ben er. Hij is nu hoe lang, hoe hoog zou de toren nu zijn? Nou, ik denk 1,80 meter. Hoe groot ben jij, Mees? Pas op, pas op, hé! Stop. Ik ben 1 meter bijna 80. Ik kan de toren niet op. Godverdorie. Ja. Ja, lekker. Tering. Nice. Wat was deze? Ja, die rij. Gast, ik zweet me helemaal kapot. Ik ruik ook. Oh, Hij wiebelt. Ja, dit is niet leuk. Dit wordt een meme. Ja. Wanneer voor het eerste keer op iemand. Oh, hij wiebelt. Hey, daarom ging ik ook Nicole filmen of zijn reactie gaf, maar dat was niet zo. Maar dat was niet. Oh. Wat dikke schijt. Oh. Kijk hoe rood je bent. Nou gast, ik was fucking bang. Oké, okay. Ja, maar mag ik dit blok wel schuiven nu? Want nee. Hij kan nog niet meer hier staan. Jawel. Ja, dat is Nicole's probleem. Die heeft hem daar neergezet. Is niet mijn probleem. Ja, dit gaat niet. Nee! Zij, hey, ja. Ja. Hij laat hem vallen. Ja. Hij hield hem tegen. Ja. Hij laat hem vallen, want anders valt hij op de grond. Oh! Oh nee! Ja, hij valt wel op, maar hij moet op. Nee! Hij moet weg staan. Hoe kan dit? Maar hij was al gevallen. Ja, net was inderdaad wel. Nee, was... nee, dat gebeurt hetzelfde. Dit is onmogelijk. Kijk hoe schuin die staat. Las, breng jezelf in veiligheid als hij valt, hè? Kijk hoe schuin die staat. Hij valt al op, wacht, geef het even. Dit is bizar, als ik hier zo onder kijk... Misschien moet je even je helm op doen. Dit is bizar, hij staat zo scheef. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal meer. Oh ja, alles wat ik nu aanraak is gewoon verkeerd, spant de boel. Ja, je moet vanaf die kant pakken eigenlijk. Ja, dit gaat niet meer lukken. Heb vertrouwen in jezelf. Als dit lukt, hè. Kom, ik ga het gewoon proberen. Ben je er klaar voor? Sneller. Ziekenboeg! Dat is mijn teamgenoot, ik moet er allemaal in. Ik kan eigenlijk niet komen. Oei, dat is mijn pijn. Gaat het? Oh. Het heeft ook echt zo zin van, I'm gonna take this like a man. Shit. Kloot, ik kwam niet op je scheenbeen. Ja joh. Gast, die kom gewoon, het was zo'n blok van 2 meter gewoon. Shit hé. Ja. Hij viel zo hard op je. Oh. Slow motion shot. We verloren, man, Mees. Domme! Maar ik vraag me wel wat er was gebeurd als Lars die eerste keer niet had tegenhouden. Serieus, jongens, ik ben echt goed. Niet dat het me uitmaakt, maar. Ik ben echt goed in per ongeluk vals spelen. Ik wou het niet doen, hè, maar ik hield hem per ongeluk gewoon vast. Dat ik, ja, kut, nu heb ik hem al tegengehouden. Ja. Nee, serieus. Dit deed ik echt niet expres. Voordat ik allemaal haatcomments krijg van Lars speelt altijd vals. Nee, maar wij hebben gewonnen, hè? Oh! Yes! Woehoe! Hey! Nieuwe favoriet, China! USA! Yes, I've gewonnen! Nee, hoor. Oh, ik word gebeld. Wacht. Oh, hier. Wat zei ik hier? Onderbuurvrouw. Onderbuurvrouw. Ja, ik ben haar vergeten te appen. Even kijken wat ze te zeggen heeft. Hallo, allerliefste onderbuurvrouw van de wereld.
Goed, Jochie, er is toch niks bij jullie aan de hand? Oh, nee, nee, we zijn, kent u het spel Jenga? Hallo. Hallo? Ja, Enzo? Ja, met Enzo. Hallo? Ja, er is toch niks bij jullie aan de hand? Nee, 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 alles is goed, maar kent u het spel Jenga met die blokjes? Wat? Het spel Jenga, kent u dat? Met die blokjes die je zo tussen die toren weg moet halen? Ik versta je haast niet hoor. Jenga, kent u dat spel? Nou ja, goed, oké. Maar als er maar niks aan de hand is. Nee, nee, alles is goed. Dankjewel, komt goed. Oké, ja, daar gaat het om. Nee, dat is hartstikke lief dat je even belt. Dankjewel. Oh, gelukkig. Oké. Okay. Doeg. Oké, doeg. Jenga. Niks aan de hand. Even terug naar een minuut geleden. Nee! Zullen we hiermee jongeren? Ja! Hey, goeie! Ja, maar dit, dan wordt de buur... Boven de bank. Oh, hey, twins. Anders wordt de buur onder buurvrouw helemaal boos. Nee, ze was helemaal niet boos. Ze was jou super lief. Ja. Was, hey, en zo gaat alles wel goed? Als alles maar goed gaat. Maar ze kende het spelletje duidelijk niet. Maar Jenga, ik versta je niet. Jenga klinkt ook als een soort van mumble. Jenga. Jenga. Jenga, Jenga. Oh nee, oh kut. Dat glas daar zo inderdaad. Doe het alsjeblieft eventjes zo. Zo? Zo? Ja, want je gooit het niet naar achter. Dat ging wel eventjes goed, hè? Sorry, hondenbuurvrouw. Gaat goed komen. Gaat alles goed? Nu is het klaar. Nee, het moet even lukken. Ja, het begin gaat wel, hè, maar het verder oppakken. Ja, die was nice. Die was best wel nice. Ja, dat was nice. Stop op je hoogtepunt. Oh, nice, nice. Ja! Ja! Zullen we nu proberen met naar mij gooien? Nee. Die was echt nice. Die was echt nice. Dat was het potje Jenga, dames en heren, maar dan de XL-versie daarvan. Ik kan het ook. Met die kleine broek. Ik dacht überhaupt in een kan chill. Oh, tik hem! Hey. Ja. Lekker hoor. Ja, iedereen is nu aan het jongleren geslagen hier zo. Ja, ja, ja. Kan het gewoon. Als ik nu nou een minuut doe, krijg ik dan een certificaat? Ja, als je het een minuut lang doet. Ik weet niet hoe lang ik al bezig ben. Die kunnen we straks terugzien op camera. Het blijft ja, gewoon filmen. Lekker man. Als je het een minuut doet, dan krijg je een diploma van mij. Kut! Oh. Ik gooi het tegen de bolletjes aan! Nee, ik wil ook wel even een poging aan. Weet je wat echt het mooie is? Gewoon elk moment dat zij die balletjes gaan pakken, pakken ze die balletjes en beginnen ze te ja. Ze hebben hier al zoveel uren ingestoken sinds dat we in quarantaine zitten. Yep. En vandaag is volgens mij de 9e quarantainedag. Ze hebben er echt al zoveel tijd in gestoken. Mees die durft het aan om een poging te wagen om een minuut lang te jongleren. Zo ja, als het hem dan lukt, krijgt hij officieel een diploma van mij. Het is... Woo! Shinings! Ben jij er klaar voor? Ja, wanneer jij het eerste balletje gooit, start ik de timer. Oké, ik heb echt zweethanden van hier tot Tokio. Oké, dames en heren, meest begonnen. Daar ging het al bijna mis. Oei. Maar we herpakken rustig. Oei, oei, oei. Het is belangrijk om afleiding te zoeken terwijl je hiermee bezig bent. En zo, hoe was je dag? Ja, mijn dag was helemaal top. Ik heb bij Jenga verloren, maar hey, los van dat... Ai, ai, ai. Dat was 18 seconden of zo. Ja, ongeveer 20. Oh, oké. Okay. Ik kan dit. Oké, daar gaat hij. Kom op, Macy. Jij kan dit, jij kan dit. Focus. Focus, Mace. Focus. Oeh, je zit al 15 seconden. Oké, je gaat nu al over je vorige heen. Dat is goed. Hou dit vast, hou dit vast. Kom op, Mees. Je zit op 30 seconden. Je bent op de helft. Oh, ze raakten elkaar. Maar nu weet ik dat ik die derde keer ga skippen, want nu heb je zoveel energie gebruikt. Het kost wel energie, ook al is het niet vermoeiend of zo. Het kost energie. Mentaal of zo. 33 seconden zit je nu op.
Nog even oefenen. Ja, maar het moet lukken. Ik heb eigenlijk nog nooit een record neergezet, maar ik wil wel eens een poging doen om zo lang mogelijk te jongleren. Zo lang mogelijk. Kijk hoe lang dat kan. Oké. Ik ben er klaar voor. Kan die? Ja. Zo, die balletjes zijn wel flink beschadigd trouwens. Ja, maar we hebben er ook veel mee gedaan. Ik heb er ook mee op Lars reet gegooid. Ik ben echt benieuwd hoe lang ik hier blijf staan. Ja, het is moeilijker dan je denkt hoor, jong leren. Al helemaal als je het een minuut lang doet. Oeh, zag je dat? Daar ging bijna de fout in. Bijna ving ik hem verkeerd. Ja, ik vind in ieder geval dat ik nu op zijn minst een minuut moet doen. Anders dan geef ik het slechte voorbeeld. Hoeveel zit ik nu? 32 seconden. Ja, het gaat de goede kant op. Een minuut gaat me sowieso wel lukken, maar daarna is het serieus wel lastig. Het is wel grappig hoe je dan eigenlijk niet naar de balletjes kijkt. Dat je ze volgt, zeg maar. Maar dat je zeg maar de hele tijd oog-hand coördinatie doet zonder de balletjes te volgen. Ja. Dat gevoel moet je zeg maar een beetje onder controle krijgen. Hoeveel zit ik nu? 5 seconden. 50? Nee, 1:06. 1 minuut 6? Ja. Kijk, dit gaat lekker. Wat? Zou je een wereldrecord hebben? Shit. Hoeveel zit ik? Dat was, ik heb gestopt op 1:20, maar het was 1:18. Oké, 1 minuut 18. Maar zou je een wereldrecord hebben van jong leren? Sowieso. Ja, toch? Ja. Ik wil eens opzoeken. Oh, je hebt het Nederlandse record, staat hier. Oh mijn god, dit meen je niet. Ja, dat is niet te doen, hè. Dit meen je niet. Dit is bizar. Het Nederlands, dus het is niet het wereldrecord, maar het Nederlandse record... Jong leren staat op de naam van Wouter van Doorn. En die heeft met 3 ballen 4 uur gejongleerd. 4 uur. Dan moet je genoeg hebben gegeten. Ja, dan ga je echt... Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Wat? 4 uur. Nou, je had heel mooi 1 minuut en 20 seconden. Dat is echt bizar. Nou, dan moeten we nog wel even gaan oefenen, jongens. Ja. Dan moeten we zeker nog even gaan doen. Maar het gaat om die 1 minuut voor mij. Ja, inderdaad. Die 1 minuut is voor ons top. Een poging om samen de hoogste toren te bouwen. Gewoon samenwerken. Maar ik ben bang dat hij zo gaat vallen. Hij is wel hoger dan wat ik ben, toch? Ja. Oh, dit was een spannend momentje. Hij is bijna hoger dan ik. En ik ben 1, 2... Nee, 1,88 ongeveer. Als je dit blok erop legt, is hij net zo hoog. Hij staat ook nog op zijn schoenen, hè? Dus, ja. Nu is die 1,90 ongeveer. Lars, hoe lang ben jij? 1,97. Oh, dan moeten we Lars inhalen. Dan moeten we nog hier en daar op. Ja. Laten we kijken of we hier beneden toch nog iets kunnen. Ja, we moeten beneden wel weghalen. Want kijk mensen, hier hebben we allemaal 2-1. 2-1. Wow, hier is zelfs 1-1. 1-1-2-2-1-1-2. Ja, daar links. Tja. Oeh, Maren gaat lekker. Denk je dat hij kan? Ja, ik zie hem. Ik bemoei me niet mee. Ik bemoei me. Heb ik het straks verpest? Oeh, hij beweegt nu wel. En nu moet je naar achter trekken. 3, 2, 1. Oh. Oh. Nu nog 1 erbovenop, dan is hij denk ik 95. Ja, 97. Zonder schoenen dan, hè, jij. Ja, dit zijn wel patootjes. Het gaat zo erg heen en weer nu. Kunnen we niet proberen? Dit mag niet. Dit wordt wel echt heel moeilijk, hoor. Oeh, pas op, stop, stop. Ik weet nog niks. Hij beweegt echt heel erg. Ik wil niet dat het allemaal... Oh! Op me valt. Oh my god. Hij zit weer op de grond en hij gaat zo weer omvallen, hè? Zeg gewoon als tip. Ja, nee, deze komt goed. Ik heb deze hier. Ja. Nope. Hij leunt hier nog wel erg op hoor, hier vind ik. Oké, ik doe heel even eerst de deur open. Oh mijn god. Ja, laat hem zo staan. Dit is sketchy. A few moments later. Oh shit. Kabaal. Zou de buurvrouw echt maar dood zijn? Dat maakt echt een heel groot kabaal. Gaat-ie? Ja. Oh, er kwam één vol.
het gewricht hier zo. Oh mijn god, wat een herrie. Shit man, we hebben net niet de 2 meter gehad. Nee. Net niet. Maar hij was wel echt knijt hoog. Hij was echt hoog. Misschien halen we de 2 meter nog wel. Ja. Maar misschien niet vandaag. Maar we kunnen ook gewoon even voor de leuk even zo 2 om 2 om 2 om 2. En dan elke keer een gat in het midden laten. En ja, en dat tot het plafond. Ja, dat redden we sowieso. Ja. A few moments later. Holy moly. Hé hey, man, alles goed? We hebben wat pakketjes besteld. Zo. Man. Ja, dat was al wanneer het stukje. Wow. Hey. Lekker hoor. Allemaal pakketjes. Thanks. Hey, dankjewel, Werkzaam. Hoi hoi. Hey, dit is keihard. Oeh, mooi printje hoor, mooi printje. We hebben zoveel. Ja, we hebben zoveel dingen besteld, omdat ja, we moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Dus ik heb gewoon op internet, samen met de rest, hebben we gewoon heel erg veel leuke items opgezocht. En net zoals dit Jenga-spel hebben we nog veel meer leuke dingen voor de vlogs die eraan komen. Dus blauw duimpje omhoog als je er zin in hebt. En nu gaan Marion en ik nog proberen om die toren zo hoog te stapelen, 2 voor 2. De eerste poging is helaas niet gelukt. Nee, dat was ongeveer zo. Ik moest wel echt al zo. Maar goed, we gaan nog een poging wagen. We geven hem nog niet op. Bijna. We redden het net niet. Het scheelt zo'n stukje. Ja. Zo'n stukje. We hadden net even iets eerder moeten beginnen met die ene. Met 1-1-1-1-1-1. Ja. Maar eigenlijk wil ik het wel halen van 1-1-1 tot het plafond. Er moet nu nog 1 schuimblokje op ongeveer, toch? Ja, ja, nog eentje hier zo. Dus wat we nu doen is, ik haal deze allemaal weg. Dan gaat hij vallen. Doe echt 1 voor 1 moet je doen. A few moments later. Hij is wel dichterbij. Hij is dichterbij. Ja, hoger dan dit kunnen we niet maken. Het is echt nog zo'n stukje, denk ja. ik. Minder. Ja, het is zo'n stukje wat er nog op het plafond is. Zit. Lars en Mees. Lars, Mees! Wat op? Check dit. Zo! Wow, die is gewoon groter dan mij! Hey. Dan ik. Nice. Dan ik! Sorry voor de comments. Sick, hè? Ja, dit is vet. Oh, wow. Hey. Wel met mijn familie. Hallo! Hallo familie! Behalve mijn moeder. Kunnen jullie je nog herinneren dat Lars zei, Enzo, ik ga iets bedenken. Echt iets, nou weet je, laten we even kijken naar het fragment toen Lars dat zei. Lars die zit daar vet droog. Call of Duty, Warzone is hij aan het doen. Hij zit daar vet droog met zijn controller. En in één keer uit niets, hey Enzo, we moeten vandaag echt iets heel doms verzinnen voor je vlog. Gewoon echt iets legendarisch. Nou, hier staan we dan. En het mega domme idee van Lars is om te gaan liggen. En dat ik dan de toren omduw op Lars. Ja. En dit is jouw eigen idee? Ja, ja, ja. Ik moest iets bedenken en het is nu al een dag later, dus ik denk, dan is dit misschien wel slim. Of dom. Nou, of dom inderdaad. Je hebt beveiliging, dus het kan in principe niet fout gaan. En je zag al hoeveel pijn ik net had, hè? Maar wat ga je voor je pipi leggen? Ja, want ik wil nog wel ooit kinderen. Hé. Hey. Ik moet eigenlijk... Ze wil... Ja. Ja. Hé, hey, beter, hè? Ja, maar valt het dan niet hierop? Dan ben ik echt dood. Dat is nog wel handig. Ja, we hebben een kussentje daar. Ja, oké, dit doe ik dan wel op mijn hoofd. 1 kussentje op je hoofd. Ja, nee, beter. Ja, dit is echt super dom. Gaan we hem die kant op gooien? Ja, ja, blijkbaar. Zo goed, Lars. Oké, even de camera hier weg. Dat was je eigen idee, hè? Ja, ja. Komt-ie. Mijn telefoon zit nog in mijn zak, denk ik. Die nog had. Dat zei ik toch? Oh, ik dacht echt dat het zo zwaar was. Hey, als je dit geen dom idee vond, dan weet ik het ook niet meer. Dit, zo'n blok weegt best wel wat hoor. Dus echt, ja, maar het komt ook altijd hard aan. We hebben toch een wetenschap. Kunnen we kijken hoe zwaar zo'n blok is? Ja. Lars, ja. Wil je weten hoe zwaar zo'n blok weegt? Ja. Dames en heren, 1 zo'n blok weegt 620 gram. Ja, dat is half, meer dan een halve kilo. Ja. Hey, lagen hier nog 2 blokken? Ja, die waren we gewoon vergeten. Shit. Ja, baal. Oh, daarom hebben we dat 1 blok. Ik snap het. Ja, dat is goed hoor. Nee, dat is leuk, toppie. Ja, zeker wel blauwe plekken hier, morgen. Wow, ja, nu al. Als je goed kijkt in het licht, dan zie je hier allemaal blauwe plekken al. Dat is gewoon puur van dat het geval is op mijn been. Zie je dat? Ja. Nou, hebben we dat ook weer gedaan.
Het is tijd voor eventjes wat gezelligheid. Ik heb hier al de kaarsen aangestoken. Ik heb hier een kaarsje aangestoken en hier. En natuurlijk ook eventjes deze vervangen. Dus die kunnen weer weg. Dan kunnen we daar weer nieuwe kaarsjes in doen. Kijk eens even. Ja, ja, we moeten er wel voor zorgen dat we het met z'n allen lekker gezellig hebben. Kijk, ik vind het altijd wel leuk, de kaarsjes aan. Volgens mij heb ik het tot nu toe ook nog elke avond gedaan. Zo, hoppakee. En dan hoef ik alleen nu nog, zo ziet het er wel beter uit trouwens, denk ik. Kijk. En dan hoef ik alleen nog eventjes de kaarsjes te doen op de eettafel. En dan kunnen we straks gezellig gaan eten met de kaarsje. Zo, daar zitten we gezellig aan tafel. Met de, als ik het licht uit doe, zie je de kaars beter. Kijk, oh. Jeetje, wat gezellig. Het is tijd voor een applausje. Want jullie hebben gekookt. Wij moeten applaudisseren. Yes! Ik dacht dat het voor de kaarsjes was van Enzo. Voor het eten. Oh, oh, jij kan dat best wel goed met je mond zo. Nee, zo. Oké, ik moet wel in één keer goed. Ja, hier komt je talent. Die wist er gewoon volledig. Ja, die was sick. Dus, nog één keer. Sick. Oh, ja, smooth hoor. Ja. Oké, wat staat er op het menu? Nicole, wat heb je gemaakt? Krokante kip, aardappeltjes. Is dat van SpongeBob? De krokante krab? Dat is kip. Oh, kip. Oh, oké. Okay. Ja. Aardappeltjes, nog meer kip en sla. Zo, kip, aardappeltjes, kip, sla. Ja, mijn nadeel is dat we misschien wel genoeg had, alleen die kip. Het is een spelletje. Hebben we voor de zekerheid extra. Ah, dat komt helemaal goed. We gaan lekker smikkelen. Ja, wel fijn hoor, dat we met twee dames in quarantaine zitten. Heel goed aangepakt, jongens. We zijn echt blessed. Mees knikt ja, maar Mees heeft hier niks aan toegevoegd. Mees, jij hebt niks aan toegevoegd. We zijn blessed. Wat heb jij hier aan toegevoegd dan? Ik zou echt even lekker smikkelen. Ik heb zoveel. Mees! Ik heb echt heel veel trek. Oh, joh, dit loopt helemaal uit de hand. Mees, wat? Oh, joh. Oh, Lars sloeg Mees. Kijk. Oh, shit. Ja, ik lekker. Hoorde dat Mees het iets aan toe heeft gevoegd. En dan nee, is helemaal niet. Met... We moeten eten, jongens. We moeten eten, want we hebben trek. My feet can touch the ground. I know what it's about. This girl is on fire. Samen, Mees. This girl is on fire. This girl is on fire. Hoe gaat hij verder? She's walking on fire. This girl is on fire. We zijn nu aan het afruimen. En Mees en ik die zijn aan het zingen. En we hebben geoefend. We kunnen het met z'n tweeën, ja? Ja. Oké. Okay. Marvin, tel af. 3, 2, 1. This girl is on fire. Serieus, ja? Oké. Wacht even. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Luister terug, die eerste line van jullie was echt sick. Ja, dankzij de helium hebben we een mooie hogere klank gehaald, hè? Ik heb nog wel een leuke, hè? Ik heb nog wel een leuke. Ja? Weet je waar ik benieuwd naar ben? Weet je waar ik benieuwd naar ben? Naar Nicole. Nicole op helium. Jij lacht altijd om alles, dus volgens mij lach je ook om je eigen stem. Ik heb dit nog nooit gedaan. Vind je het allemaal grappig of niet? Je moet echt goed, echt heel ik vind het gewoon niet allemaal grappig. Maar je hebt toch het gevoel als je praat, dat je dit voor de grap doet. Maar je doet het helemaal niet voor de grap, je klinkt echt zo. Hoi. Dit is wel echt grappig. Nog een keer, dieper inademen. Meer, meer, meer. Bijna de hele ballon. Hey lieverds. Gaat het? Doe je? Je weet dat ik miljonair ben, toch? Wow. Jij klinkt als Chipmunks. Ja, dat wilde ik net zeggen.
Wat moet ik zeggen als Chipmunk? Moet ik ook zingen als Chipmunk? Ja. This girl is on fire! Ja, dat zingen we. Zijn we ook gelijk een stukje kleiner als ze dit doen? Ja, hè? Wow! 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 Dan raak ik redelijk snel uitgewerkt. Is dat nu goed zo? Vind je dit leuk? Nee. Ja, deze is goed. Is deze goed? Ja! Oh, dit is echt! Hey, yo! Het is niet zo heel slim om te doen. Ik deed het aan de tank, maar ik denk veel te veel. Doe het thuis niet na. Dat had ik door. Oh, yo! Gek! Deze is echt heel heftig. Maar serieus, welke domme sukkel gaat er ook met zijn mond aan die tank hangen? Nou, nee. Blijk maar weer. Maar nu... We weten wat het mooie was? Nou. Ja. Jij keek echt met paniek naar mij van, en zo, ik heb veel te veel genomen, ik heb veel te veel genomen, help, help. Ken je dat filmpje? Papa! Ja, van de jointje roken. Ja, papa, ik heb te veel, ik heb jointje geroken. Oh. Nou, nu ben ik. Kom op. De meest mannelijke man. En dit ben ik nu. Oh. Hey mensen, hoe gaat het ermee? Ja, nu werkt het niet meer. Zo! Bij hem is het echt heftig. Oh, ik ben een gast. Ja? Wow! Oké. Okay. Bij jou is het echt heel heftig. Wat moet ik zeggen? Ik denk het leuks. Oh, ik heb een leuke. Denk ik. Hey Mo! Hey Mo! Ja, dit is toch ongelofelijk? Ja. Ja, jij krijgt wel echt een hele zieke andere stem, hè? Ik weet niet wie ik ben, joh. Hallo, ik ben Alberto Steegman. En welkom, de ontmaskerde mees vandaag. Hier heb je een goede mond. Ja, ik had geen zin om te wachten. Oh, meesie toch. Nou, niet veel te veel doen. Dat is niet zo slim. Jouw ogen, gast. Tja, tja. Oeh, tja. Oké, ik moet eventjes... Oh, ik weet het leuk. Wacht even. Zo, bij jou blijft het echt lang hangen, die stem, hè? Ik heb iets te veel. Hij rent weg. Ik heb denk iets te veel. Hé, hey, gaat... Oh, ik heb een goed idee. Mees, blijf daar. Hallo, welkom, dames en heren. We zijn vandaag bij de vlog van Enzo Knol. Heb je nou nog geen duimpje omhoog achtergelaten? Doe dat dan nu meteen. En vergeet niet te abonneren. Appels en peren. Lekker man. Het laatste beetje. Het laatste beetje helium. Daarna moet ik denk ik stoppen, want anders dan vlieg ik weg. Ja, anders word je te misselijk ook. Oh, wow, dat ging een beetje snel opeens. Wow, kijk die chickie daar. Wajo. Wacht even, ik ga even aanbellen bij Enzo. Enzo! Ga je open doen? Nice. Ja, dat is leuk hè, dat helium. Ja, lachen. Ja, ik wil ook nog wel een keertje. Ik wil ook nog even een hijsie. Maar dat is wel lachen. Weet je wat hij, een van de eerste keren zei dat ik hier was? Nou. Toen had ik zijn brood gesmeerd met hagelslag. En toen kwam hij op de bank zitten en ik had zijn broodje gesmeerd. En er zat volgens hem niet genoeg hagelslag op. Weet je wat hij zei? Nou. Schat, je weet dat ik miljonair ben, hè? Oh my god, nee, dat meen je niet. Heb je dat gezegd? Heb ik dat gezegd? Weet je dat niet meer? Nee. Ja. Zo, schat. Je weet dat ik miljonair ben, hè? En ik zat echt zo van, wat bedoel je? Zo weinig hagelslag? Ah, dat zei ik sowieso als grap. Ja, sowieso, tuurlijk. Ja. Dat was wel echt raar.
Besef hij dat houdt je helemaal niet van nagels. Daarom vond ik het al kut. Nou, nee, grapje. Maar besef dat je zeg maar bij iemand thuis komt en nog niet zo lang kent en iemand zegt dat, dan zit je wel zo van. Wat is dit? Ja. Ik vond het wel een leuk verhaal. Leuk verhaal. Je moet vaker van dat soort dingen vertellen waardoor je mij exposed. Hè? Altijd maar zeggen dat het niet om geld draait en vervolgens. Oké, zou ik nog een verhaal vertellen dan? Ja, is goed. Nee. Waarom doet hij het al? Wat heb jij een mooie strik om je aantjes? Lekker hè? Daar word je naar van. Ja, daar word je naar van hè? Ik had het eer, je bent het eerste zinnetje gegeven. Wil jij mijn eitjes zien? Ja. Wil jij mijn eitjes zien? Wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Wat gaat er gebeuren? Ik mag meestal haar knippen. Oh shit. Ga je voor mij ook doen? Ja. Mijn zijkanten? Ja, maar ik doe eerst wel mijn mees. Dan kan je zien hoe het misgaat. Ja. Je bent echt top. Ja. Je bent echt top. Ja. Nou, mees kan maar zitten. Ik kom. Dat was zo droog. Ik heb een perfect idee. Ik heb echt een perfect idee. Want, zoals er dus net is verteld, Mees zijn haren worden geknipt door Myron. Ja. Je bent wel hardhandig. Maar zijn haren moeten natuurlijk wel een beetje nat. Nee. Oh. Dan kan het hele plan niet doorgaan. Hoezo moet die haren niet nat? Nou, met de tondeuse hoeft dat niet. Oh. Misschien strak met knippen. Oké. Nou, als je water nodig hebt, laat me weten, ja? Ja. Ik heb wel even een vraag. Want ik ben natuurlijk geen kapper. Ik heb hem nu... Nee, maar dit gaat echt mooi, hoor. Ik heb hem nu op 3 millimeter. Nee, je moet eerst die andere doen. Nee. Die is echt meteen... Ja, maar je wil hier achter toch ook heel kort. Serieus, je moet... Oh, wacht. 3 millimeter is echt korter dan wat ik hier heb. Serieus. Dat is echt heel kort. Mag ik zien aan de achterkant? Dit is echt wel... Het is nu best wel lang, maar... Ja, maar dat is goed. Dat is goed. Het is korter. Ja, maar je moet niet daar, je moet van lang naar kort. Kijk hoeveel je nu hebt hier. Want je haalt eerst weg, dan blijft hier wat over en dan ga je daar. Jongens, dit gaat helemaal top. Ik bedoel, we kunnen niet naar de kapper, nu hier thuis en helemaal top. Wie heeft nog meer struggles dat hij niet naar de kapper kan? Ja, iedereen. Dus ja, we hebben serieus een tondeuse gekocht voor 16 euro. En nu wordt er dus hier thuis geknipt. En het gaat helemaal goed. Marvin. Ja? Wat doe je? Ik ben een schaap aan het scheren. Nee, maar even serieus. Weet je hoeveel je eraf had? Ja, maar wij willen toch ook veel korter? Wil je obscure, vriend? Niet helemaal obscure. Nou, dat wordt nu wel hoor. Serieus, ik maak geen grap. Daarom zeg ik ook, Marvin, wat doe je? Nee, niet gast. Dit is echt erg. Helemaal niet. Dit is gewoon goed. Ik vind dit gewoon goed. Kijk dan. Nou, jongens, als dit... jullie gaan naar hoeren, dan laat maar. Nee, maar check dit. Dit is... Ik maak geen grap, maar dit is echt opkeer, jongen. Dit is sick. Wil je zeg maar zo dun? Jullie zijn zo hard aan het ahoeren. Nee, helemaal niet. Nee, moet je vertrouwen, want zo kan ik niet leven. Oh. Nou, oké, ga maar verder. Ik heb de bovenkant doen, hoor. Ik heb het toch wel goed. Ja, ik heb het gewoon goed. Ik ben geen kapper, ik weet het ook niet. Heb je niet nog een veel grotere? Ja, maar wat doe je? Nou, daar kan je nu niks meer mee. Moet je kijken. Doe even rustig. Ahoeren, hoor. Ik ahoer, dit kijkt dit dan. Ze zijn aan het ahoeren. Mees, als je dit terugkijkt, we zijn niet aan het ahoeren. Je hebt gewoon de mist gewoon een heel hap uit jou. Ik was net aan het ahoeren. Ik dacht echt dat je een grapje aan het maken was, maar ik heb het nu gezien. Ik ben benieuwd hoe het eindrijdt. Misschien is het hartstikke mooi. Ja, maar kijk, dat is sowieso mooi, hoor. Dat heb je soms hè, met kappers. Dan denk je, wat gebeurt hier? En het eindresultaat is fantastisch. Ja, maar hij wil het ook veel korter, dus dan ja. Ja, veel korter, maar geen obscure. Nou. Hoe lang vind je eigen nek dan? Jouw nek is nog korter dan je dat, hoor. Ja, ik vind jou echt irritant.
Ik blijf even hier zitten. Ik durf even niet meer naar heen te gaan. Deze ogen zijn zo. Die quarantaine stress. Ik weet niet of we 2 weken volhouden. Ja, het is goed dat je even tussen ons in gaat zitten, Lars. Ja. Oei. Oh, Mees, komt helemaal goed, joh. Komt helemaal goed. Hey, het is in ieder geval gratis, Mees. Wordt hij dan weer voor je? Ja, joh, komt helemaal goed. Weet je wat het ook is? En dit is even serieus. Mees had echt heel lang haar aan de zijkant van zijn hoofd. Dus het lijkt echt ook extreem kort. Ja, dat is wel waar. Ah, het wordt er in ieder geval beter op. Ik bedoel, lelijk was het al, dus het wordt alleen maar mooier. Hey, dit wordt wel echt mooi hoor. Ja. Mag ik dichtbij filmen, Myron? Dit gaat straks ook bij jou gebeuren, hè? Ja, inderdaad. Ja, je zou het ook bij mij doen. Ja, maar we kunnen ook nog even wachten. Misschien hebben we volgende week in één keer heel goed nieuws dat we weer naar de kapper mogen. Dus ik kijk nog even een weekje aan, denk ik. Vind je dat goed? Als blikken komen dood. Ja, na dit durf ik niet meer te zitten hier hoor, Marvin. Kom op. Ja, je weet niet eens hoe het eruit gaat zien. Waarom ga je überhaupt nu al zo lullig doen? Kijk, als het straks tering is. Nee, ik vind het echt niet meer grappig nu. Als het straks fucking lelijk is, dan mag je zo lachen als dat je nu lacht. Maar. Nee, maar je snapt de grap niet. Nee, ik vind het nu echt niet meer tering grappig. Ik ben gewoon even klaar nu. Marvin. Je doet het goed, oké? No. Nee, dit gaat helemaal goed, joh. Nee, weet je wat het is, mensen? Soms dan zit ik in zo'n slappe lachfase. En nu zit ik echt duidelijk even in zo'n slappe lachmoment. Dus dan vind ik gewoon alles grappig en zo. Ik moet even tot rust komen. Ik moet dan. Ik moet echt even tot rust komen. Nee, meestal komt maar goed, hoor. Nee, ik heb geen stress. Het is gewoon leuk om te volgen. Oh, lief hè, die Lars. Ja, kom maar goed hoor, mee. Hou je bek. Oh, ik ben gewoon serieus nu. Lieve jongen. Weet je wat? En dan, je moet het ook wel weer zo zien. Je bent wel geknipt door Myron en het was wel gezellig. Het was in ieder geval gezellig, hè. Wijze woorden van Lars. Je haar is fucked up, maar het was in ieder geval gezellig. En het staat op film, helemaal top. Kan ik komen kijken? Nee. Ben ik niet meer welkom in Myron's kapsalon? Hé, hey, dat is wel goed. We nodigen allemaal gasten uit. Mag niet. Oh nee, dat mag niet. Nee, mag niet. Myron, mag ik echt even komen kijken? Nee. Nee, serieus niet? Nee. En wil je mij ook doen zo? Nou, dan mag ik jou niet doen. Nou, hoe kan mij niet meer jou? Serieus. Doe het maar niet, Nico, want je krijgt ruzie, hè. Je merkt het. Ik voel de spanning al. Nee, maar is dit... dit is gewoon gezonde kapperspanning, toch? Heb je dit altijd met je kapper? Ik heb altijd dat mijn kapper zegt... Hé, je bent echt fucking irritant, man. Het is gewoon een heel normaal kappersgesprek. Heb je dat nog nooit gehad met je kapper, Lars? Dat je kapper zei, ik vind je echt fucking irritant, man. Oh, nee. Ik zie het voor me, hè? Dat je met een kapper zit en dat je een lang verhaal vertellen bent. En de kapper zegt, je bent fucking man. Ja, want je hebt toch altijd van die geforceerde kappersgesprekken. Dat je op je kapperstoel zit en dat de kapper vraagt, nou wat doe je zoal? En dat je echt een verhaal vertelt van 5 minuten en dat die kapper zegt, ik vind nu echt fucking irritant, man. Ja. Nee, maar we waarderen het, Marvin. Je kan best goed knippen, denk ik. Ik ben gewoon benieuwd naar het eindresultaat.
Oh, die arme Mees. Hij werd al, hij werd al zo gepest. En dan nu wordt hij ook nog zo geknipt. Hey, dit is wel een handig schaartje volgens mij. Kan je mee dunnen? Ja, weet je wat ze met dat schaartje doen? Daar maken ze een dunne kebab van. Om even uit te dunnen. Oh. Nee, even serieus. Ja, nu gaat hij opeens lief doen, hè? Hij heeft het gezien, het gaat te ver. Ik zag je al filmen. Kijk, daar komt Rick Balletik. Rick Balletik. Eerlijk niet. Nee, maar serieus, Marwen, dat je dat van net zo goed hebt gefixt. Kijk, nu dat is wel serieus. Ja, dat meen ik serieus. Ja, dat is echt zo. Dat je gewoon die fout van het begin zo goed hebt opgeknapt. Echt serieus. Dat was geen fout. It's all meant to be. Weet je wat leuk is van haar? Ja, ze moet lachen. Als het dan af is, kan ik niet meer bij. Wow. Wow. Serieus? Serieus, ja. Vind je dat leuk aan haar? Is nee, ja, is toch grappig? Dus als je één keer per ongeluk niet doet, dan is het weg. Ja, dat is kloot eigenlijk, hè? Gaat het goed, Mees? Supergoed. Ja? Ja. Top, man. Wil je ook nog van die sneetjes in je wenkbrauw hier zo? Ah, mag dat? Met bloed. Mag dat? Dat doen, dat is wel echt cool. Dat is wel gangster, man. Nee, dat is niet cool. Mees. Nee? Daar ben ik veel te lief voor. Mees, toe. Ja, dat is wel waar. Mees staat veel te lief voor. Om van die stoere lijntjes in wenkbrauw te hebben. Mag het bij jou dan? Nee. Af toe. Ik heb dat vroeger gehad en nee. Waarom niet? Nou, die tijd is geweest voor mij. Ik kan... Maar mag, ik dacht, mag ik, bij jou? Ik dacht, misschien is het tijd voor Mees, maar... 50 euro, dat doe ik. Nee. Ja. Voor 50 euro. Ja. Nee, ja. Lijntjes in je wenkbrauwen. Let's go, Lars, schud de hand. Wacht even, die krijg je nou nu een beetje. Ja. Dat kan ik dat niet doen, man. Geef 50 euro als je je baard blond maakt. Ja, maar dat is, gast, dat is echt te weinig. Oké, 45. Ja, sorry man, ik krijg ruzie. Ja, dan doe je het niet. Maar wie heeft nou de broek aan in onze relatie? Ja, hallo. Ik wil vanavond graag met iemand in bed slapen. Niet met Mees op de bank. Dus... Je bedoelt dat ik. Dit is oprecht super nice. Dit is echt serieus, Marwen? Zonder gein? Dit heb je echt nice gedaan. Ja, toch? Ja. Ik weet zeker dat er wel wat kappers zullen reageren van... Nou, ah, ben je niet helemaal mee eens, maar... Ja, het is ook geen kapper. Nee. Dat is het. Voor iemand die nooit knipt, wilde ik zeggen... Is het pretty damn nice. Gewoon fresh. Ja, het is gewoon on fleek, man. Ja, ik vind het ook mooi. Ja, echt nice. En nu ga je mijne ook doen. En nu hebben we dus nog blonde lokjes erin gedaan. Hè? Dus dat ja, je ziet het niet echt, maar er zitten dus blonde... Ja, het ziet er gewoon super goed uit. Yes. Ja, ik kan gewoon niet meer zeggen. Het is gewoon 5 sterren. Kan jij ophouden? Ja, je stapt in mijn haar. Oh, nee. Het zit allemaal onder je schoen. Oh, nee. Allemaal haren. Nou, je niet verwacht, hè. Die andere. Oh, valt mee. Valt mee. Jij gaat nu mijn haren doen? Ja. Nee, valt mee. Valt mee. Mees, wil jij dan je haar op... Oh, nee, tuurlijk. Nee. Maar bovenop hoeft er niks af, hè? Alleen de zijkanten. Ja. Oké, okay, nice. Nou, gaat ze gewoon mijn haren knippen. Denk, serieus? Dit wat jij dus zei, oh, zo kort. Als ik dat op jouw haar doe, is er niks van afgaan. Nee, dat denk ik ook. Bij mij was het best wel kort. Maar ik probeer dit eerst. Nee, kijk, daar gaat nu niks van af. Dus dan gaan we nu een standje kleiner, ja? Ja, maar hij moet wel even lekker kort, hoor. Ja, doe mij maar lekker kort. Ik ga even... Oh. Het is wel makkelijk tepels knijpen zo. Kijk maar hier. Weer. Vind je het leuk om voor kappers te spelen, maar... Ja. Ja, vind je leuk, voor een avondje wel, maar ik zou er niet mijn werk van willen maken. Nee? Kijk hem lief doen dan. Ja, want hij wil niet dat ik in één keer zo raad. Delende klantjes. Dat wil je zelf ook niet. Nee, klopt. Dus jij hebt geluk, jongen. Je hebt echt geluk. Heb je dat nou gedaan? Mm-hmm. No. Straks ook bij jou. Dit kan echt niet, hoor. Hou je mond. Luip, je vindt het kut, hè? Moet je nagaan wat je net bij Mees deed? Nee, ik vind het niet kut, maar dit is gewoon onzin. Bij Mees was het echt. Op het begin bij Mees dacht ik echt, dit is fout te voelen. Ja, dat klopt. Dit is echt fout. Ja, ik dacht het ook. Ja. Ik dacht dat je een grapje maakte, toen was het niet zo. A few moments later. Echt heel veel haar. Ja, doe je het daarom? Je kan beter even gaan staan, want het komt allemaal in de tapijt. Oké, okay, mijn haar is geknipt? Ja, maar je moet even zelf kijken hoe het zit. Oh, lekker kort hoor. Het ziet er goed uit. Jeetje! Myron Koops!
Je blijft me verbaasd. Nee, hey, Myron Koep zorgt voor die vette koeps. Hey. Oh. Je blijft me verbaasd hoor. Myron Koeps. Echt sick. Ja, nice. Als je een kapsalon begint, moet je het echt zo noemen. Myron Koeps. Myron Koeps. Wil je niet, zeg maar, even kijken wat je net deed. En deze kan nog iets meer eraf, hier. Nee, dat vind ik goed zo. Helemaal nice, nice. Dames en heren, ik heb een fresh koep. Van Myron, thank you. Nice. Ik ben mijn nieuwe spelletje, Super Smash Bros. Aan het spelen. En serieus, dit brengt echt jeugdherinneringen naar boven. Zo heerlijk. Ik ben nu de hele tijd Kirby. Daarvoor was ik Pikachu, maar ik zal eerlijk toegeven hoe pijnlijk het ook is. Pikachu is niet zo heel erg goed in het spelletje. Maar hey, we hebben hier ook een Pikachu zitten. Misschien is deze Pikachu beter. Ja, wat denk jij? Laten we wel even vooropstellen dat dit niet mijn idee was. Mijn kapperskills zijn nog niet gedowngrade hierdoor. Nee, zeker niet. Ik doe domme video's en dan krijg je dit soort dingen. Ja, man. Mag ik het eerste stukje doen? Ja? Kijk eens. Ik weet nog niet of het oranje of geel is. Ik moet het nog even doen met zilver. Het is in ieder geval geen blond. Maar wat ga je nu doen? Je baard eraf. Ja, weet je wat het is? Het verschil is nu zo insane. Dat het, zeg maar, dit kan ik moeilijker afdoen, want dit groeit nooit meer terug. Die baard komt wel terug. Dus we gaan nu gewoon de baard kort. Ja. Nee, mees. Als het onze baard aankomt. Nee, ik heb nog deze eer. Jullie gaan alleen. Jongens, dit doet echt pijn in mijn hart, hè? Oké, nou weet je, zoeken jullie het uit. Ik ga weer Super Smash Bros. Spelen. Nee, kijk, straks wel. Maar gaan jullie hem echt, zeg maar, heel erg minimaliseren? Ja. Ja? Dat is echt wel veel hoor. Als je het doet zo, doe maar dat is jouw probleem. Oké. Gaat er zoveel vanaf dan? Zo, ja, dat is wel een flinke hap hoor. Oh, Nicole, kom nu ook even kijken als het om de baard gaat. Ik wil ook! Ja, volgens mij is dat best fijn om te doen hoor, als kapper. Ja. Sicky! Ja, jij vindt de baard echt sexy hè? Ja. Oh, ik wil het ook even doen. Oh, ik dacht dat je wilde gamen. Nee, ik wil het ook even doen. Nee, Bas, ik vind het niet lelijk. Ik hou nog steeds van je, maar... Hè? Nice. Was wel beter bij het haar. Ja, beter dit, man. Hier, anders maak jij het even af. Yo. Zo, dit is echt veel, man. Wow, sick. Dat je gewoon zo'n lange baard kan hebben dat je dit gewoon zo kan scheren. En we hebben nu in de hoogste stand, toch? Nee, één na hoogste. Nou, één na hoogste. En hij wil eigenlijk nog eentje korter. Nee, niet korter dan dit, toch? Dat is wel sick, hoor. Ik vind dit mooier, hoor. Maar ik hou niet van... Ik hou ook niet van waarde, überhaupt, dus... Wow, yo. Zo leuk om te doen, dit. Ja, zo zie je er veel verzorgd uit, man. Niet dat ik baarden onverzorgd uit vind zien. Alleen die van jou, die was een beetje ongelijk aan het groeien. We moeten hem wel gelijk houden, jongen. En zo heeft verstand van baarden, dat hoor je wel. Zeker. Lekker, ik kan er zelf even wat afmaken nog, want ik heb het idee dat het niet helemaal soepel loopt. Nou, ik heb het super netjes gedaan, ja, denk ik. Ja. Nou, ik ga de Super Smash Bros. Spelen. Ja, het is ook echt nog heel slecht gedaan. Ja, ik weet niet, ik denk dat ik misschien... Korter, dat is heel raar. Nee, dit is goed. Laat het niet korter. Nee, je moet niet korter. Nu stekelt het zo heel erg. Ja, maar dat moet je even doorheen. Oké, wil jij het afmaken, dan zijn we zo bij jullie terug. Dat was wel nice! Kijk deze build throwback. Kijk als het twerk. Wacht, de twee, die jullie na gaan. Nu! Ze zijn samen een TikTok aan het opnemen. Maar hey, we moeten even kijken, want Lars is klaar. Zijn jullie klaar voor? Heb je al zelf gekeken? Ja. Ja, hij heeft zelf in de spieren. Hij komt net van de badkamer. Zijn jullie klaar voor? Ja. Wij zijn er klaar voor. Wow, dit is vet! Dit is zo cool! Ik vind het zo cool! Ja! Holy shit! Dit is wat nice, dude! Je moet hier wel goede kleren bij aan hebben, want het kan heel snel vloeken. Ja, dit is echt super moeilijk. Maar ja, dit past wel bij deze trui, hè? Zie je? Blauw. Dit is echt nice, man. Ja, best wel dope. Ik heb het zelf ook een beetje bekeken. De achterkant is ook wel goed. Het is echt super lelijk, maar. Wow, yo! Dit is sick, man. Ja, dit is... Wow. Ik vind het echt vet. Het staat ook mooi bij deze. Ja, daarom. Het is in ieder geval beter dan het gele. Ja, dat wel. Ja, dat sowieso. Maar... Hebben we nog verkering? Beetje. Je slaapt naast de smur vanavond. Hé, hey, ja. Nee, maar dit gaat er wel weer best snel uit, gelukkig. Dat denkt hij. Ik ga echt lekker met Smash Bros, mensen. Oh my god. Ik zit eigenlijk nooit op de Nintendo Switch.
Maar toen ik dus al die spullen aan het bestellen was online, toen kwam ik dit tegen en toen dacht ik van hé, dit is wel echt jeugdsentiment. Ik ga dit gewoon weer kopen. En serieus, ik heb er geen spijt van. Dit is echt awesome. Oh, kijk ze hoor. Hey. Als het meespeelt het eerste potje Warzone, hij heeft gewoon al 3 kills. Het is echt niet normaal. Lekker man. Ja, Mees die heeft een Xbox gekocht. En zelf had ik al een Xbox. Dus nu 2 Xbox. En ik heb natuurlijk een computer. Dus we zouden in feite met z'n 3 Warzone kunnen doen. Maar ik vind het tijd om naar bed te gaan. Het is 2:15 in de nacht. En ik heb lekker Smash Bros. Gespeeld. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie weer genoten. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te knallen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen bij een nieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol power!